Ja, daar zijn we weer. Oh, dit is die met die dream. Die van ja. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Ja. Kijk, Pieter die snapt, die heeft ook geen werk. En Simon al de masseur hoor, Sean. Ik heb geen geld. Hij heeft zat geld. Hij moet gewoon niet zeiken. Hij moet gewoon mijn geld geven. Hij is ook moeilijker gemaakt. Gast, je weet toch dat ik geen Pokémon kan spelen? Oké, ik ga hem niet neuslokken. Vergroten van mijn Mario Party winstreak. Wat een neerbuigend titel hier naar mij toe. Oh, echt belachelijk. Oh, ik hoop zo dat je op een pauzevakje komt. Ik denk dat je de paddy luck hebt. Ja. En ik als eerst. Oh, auw. Oh, ik zit niet op te letten. Kut. No. Let's go home. Let's go home, gast. Ik ben net begonnen met mijn Pokémon journey. En jij gaat meteen let's go home. En laten we stoppen. Want ik heb er allemaal geen zin meer in. Sure, wat een debiel is mijn rifle, oké. Maar ik zie zo'n stukje land. Dit was pas een mooie spawn geweest, potverdorie. Vond je dit een leuke server? Doe dan een blauw duimpje, maar als je niet vertel je waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters. Wat? Waar ben je? Oh, je bent dood. Oh, wat? Ach ja, weet je, het gaat ook niet om om een verschillend kleurtje in het leven. Het gaat om... Jawel, het gaat wel om dat verschillend kleurtje. Ik wil dat verschillend kleurtje. Ik ben nu al zat van een tutorial. Hoe heb ik ooit Sun en Moon gespeeld? Ik ben nu al klaar met deze tutorial. Deze duurt niet de helft van de gameplay tijd. We're struggling to keep up. I know, ik doe mijn best. Geen test me niet zo. En belastingonderduikers, die betalen er niet voor. Totdat ze de boete krijgen. Hey. Nou, zegt, waarom heet Gaming SB niet gewoon Sander de Snoep? Kijk, weet je, ik schep niet zo graag op. Ook niet in het feit dat ik goed ben in het noob zijn. Dus vandaar dat ik toch liever dat dan achterwege laat, weet je wel. I play Pokémon Go nooit, want het is een kut game en mensen moeten de game niet spelen. Dan het mensen geen vrij wil. Niet als het om Pokémon Go gaat. Kunnen we ook opgeven anders. Trek even de internetkabel eruit, jongens. Rematch? Nee, we moeten even opnieuw. ShineSpritesNL? Nee, dat ben ik deze keer niet. Oh! Nee! Nee, ja. Tobias is de gast met de 5 legendaries of zo in de anime. Walter Cruz Junior en Seven Gameplays zijn tegelijkertijd live gegaan. Wat? Nou, wat haters. Ik ga live en meteen hun gaan ook live, hè? Zie je dat? Ja, echt suffering van succes. Ga je dit menen? Dat het nu gewoon de computer straks wint? Oh, we zijn pas 3 turns bezig, Sander. Ja, maar ik bekijk het alvast negatief. Dan valt het misschien een keer mee voor mij. Deed het pijn toen jij uit de hemel viel? Dat is een goede pick-up line move, hè? Ja, ja. Dat heb ik geleerd gisteren, want ik heb gisteren Super Seduce 2 gespeeld. Je bent pas echt een Pokémon Master. Als je Psychic goed uit kan spreken. A boom. Roasted. Maar elke keer als ik dood ga. Ik zat op de chat te letten en dat telde niet. Hij krijgt min 10 coins. Is dat het ergste wat hem overkomt? Yep. Nou, ik hoop dat hij voor de trein springt. Bruh. Je zou bij me komen en toen heb je me afgewezen. Ik denk dat zeer accuraat namelijk. Zou ik ook doen. Als ik afgewezen zou worden. Gelukkig heb ik de courage niet om iemand te benaderen, dus dat scheelt weer. Dit is echt breindodend werk. Ja, het is werk. Ja. Nee, 1,65 meter. Oké, ja, dat is best klein. Ja. Oh, het is meteen zo denigrerend lopen. Nee. Nee. Moet je eens op Tinder gaan, dan doen ze pas denigrerend als je onder de 1,65 meter zit. Sure. Maar weet je hoeveel vrouwen wel niet op Tinder... Ik weet niet hoe ik dit weet. Volgens vrienden hebben heel veel vrouwen... hebben in hun bio staan... Pokémon. Oké, je gaat voor zitten. Milan! Het is Milan! Het is Milan! What the fuck? Ik moet Milan vangen. Ik wil Milan... Ik heb geen Pokéball. Waar is die helpdesk van Jordi? Helpdesk? Oh, nee, Jordi is ook dat ik net in de chat ook het over hem had. Want ik ben vandaag al Pokémon Unite aan het spelen. Oh, echt Sander? Dat hadden we helemaal niet door. Oh, jammer. Doe eens lief. Hoe moet ik lief doen als ik helemaal ingemaakt word in een spelletje? Zo'n Pokémon spelletje zelfs. Milan, ik wil die zo graag hebben. Ik kan niet tegen mijn verlies. Ik wil Milan hebben. Ik ben nu wel even wat omhoog weer. Maar ik wil Milan. 50, ja, die had ik nog niet. Snap Pokémon kaart sparen. Oh ja, die had ik nog niet, yes. Bakjes zijn beter dan hoorntjes. Ben jij zo'n rechtse rakker? Want nee. Jij denkt niet op het milieu, vriend. Die hoorntjes zijn zo goed voor het milieu. Je eet het afval op. Met hoorntjes heb je geen afval. Hartstikke milieuvriendelijk. Ja, oké, je moet er eventjes een koek voor eten. Dat is dan eventjes de sacrifice die je maakt. Maar ja, denk even na, gast. Denk ook even aan het milieu, please. Nee, auw! Oh, hoezo heeft die fire aspect op zijn bow? Alba Luigi's sterren naar jou? Ja! Ja! Yes! Lekker baby! Hoezo een Gold Duck? Waarom geen Spy Duck? Omdat jij niet Psy Duck goed uit kan spreken natuurlijk. Mijn ouders zeggen altijd, je kunt geen twee dingen tegelijkertijd. Ik ben het met ze eens, vrees ik. Oh, 1 punt verschil. Nou, wat? Deze game haat me. Oké, waarom is de ster oranje? What the fuck? Shiny ster? Boys? I love it when my star have a different color. What the fuck? Ah! Ik schrok me de tering. Ik heb hier geen geduld voor. Dit is waarom ik dus niet vis in real life. Omdat ik heb er geen geduld voor. Ik vind het echt knap mensen die vissen en die positief blijven. Nee. Is het duidelijk dat ik hem niet wil doen? Ja, dat is best duidelijk. Oké. Een Blazblazien? Ja. Wat moet ik tegen een Blazblazien doen? What the fuck is dat voor een DMT? Ja, die is lelijk. Dat is een discobal. Oh, nee, ik runde. Nee! Ik wou een Pokéball gooien. Wij hebben gewonnen. Huh? Wat? Dit... Wat? Nou, dit is de grootste bullshit die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Wij hadden een perfect clean. Gewoon geen spatje en hun winnen. Hoe kan dat? Ja, maar dat is meer voor furries, zeg maar. En ik ben geen furry. En ja, dat jij dat wel bent, dat geeft niet hoor. Maar ja, dat is gewoon niet mijn voorkeur. Niet zo onderuit gezakt zitten. Nee, werken Sander. Werken. Opletten. Niet wegrennen van kwaadaardige chikorita's en zo. Oké, ik ga gewoon ondertussen even close zo'n hak hoor, want daar voel ik me veiliger bij. Oh, nee, nee! Nee, je moet niet vallen. Ook nog min 10 coins? Niet! Je wordt al genaaid en dan doet het zo van, hey, word je al genaaid? Oh, kunnen we je misschien nog meer naaien? Ja! Yeah. Godverdiefes. Tyroke, wat moet je daar... Polaris doen? Nou, dat was een snel antwoord. Fuck it! Ik ben ook echt zo dom. Met mijn risk, high reward. Alleen de reward was niet zo high dit keer. De reward was doodgaan. Nee. Oh! Milan doet één... Oh! We krijgen zieke gift-sub. Go Milan, dankjewel voor de gift-sub. En Simon, gefeliciteerd! Je hebt gewonnen! Hartstikke bedankt. Oh! Oh! En ook meteen zijn subie daarna. Holy damn. Huts. Ja, huts, zeker huts. Het zal hem leren, die bitch. Zo, nu ben ik boos hoor, nu ben ik boos. Nu ben ik woest, nijdig, ik ben pissed. Ik ben alles. Ik ben boos. Oh, nee! 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 Volgens mij is dit altijd gunstig voor mij, behalve als ik op boet draai. Ik wist het. Ik wist dat het zou gaan gebeuren. Het is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. Ik klikte verkeerd. Heb ik dan mijn eigen Pokémon aangevallen? Oh, het hoort heel erg populair te zijn. Lees ik net in de chat. Oh, nee, ik ken het ook wel. Dat is van dat Danone yoghurt. Oh, wat zielig. Oh, ik ben vandaag zo zielig. Zo zielig, zo zielig. Ik ben vandaag zo zielig. Zo zielig was ik nooit, hey. Hoeven niet eens uit te spelen volgens mij. Jongens, bedankt voor het kijken van deze stream. Oké, ik doe die creeper wel. Oh! Wat? Lullo! Ik wil een creeper doodschieten en wat gebeurt er? Hoezo ontploft er nog een creeper? Nee! Mijn spullen zijn toch niet? Jawel. Nee. Ja. Ja, hij moest even iets regelen. Oh, ik heb nu gemist wie er gewonnen had, maar volgens mij heb ik gewonnen, hè? Ja, oké. Okay. Dus ja, sorry Milan voor je winning streak. Maar dit was hem dan weer voor vandaag. En zoals Team Rocket zou zeggen, we vliegen er weer eens vandoor. Dus vond je dit een leuke stream? Laat duimpje. Tot de volgende keer in ieder geval. Joejoe.